Ook kapje. Iedereen? Naar de vader van Moeltje bent. Ja, 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 ja. Hè? Papa. En dan. Papa. Het spooksel. Fabula. De mol? Ja. Ja. Dus? Ja. Spooksel. Heel lang. Papje. Poepen. Zindelijk aan het worden. En ben je nog bij handen? Komt van mijn hart. Hele goeie. Morgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Pippadus. En vandaag gaan we naar de Efteling. Naar de Efteling. Nee, naar de Efteling. Ik zou zeggen, kijk vandaag een gezellig dagje mee met Pippadus. Met Team Parkids. Ja, jij mag daarin. Groot genoeg voor Joris en de draak. Zo? Ja, wel zo ongeveer, ja. Ja. Nou, wij zijn binnen met half Nederland, geloof ik. Het is echt super druk vandaag. Waar staan we voor in de rij? Pita. Ja, en wie gaan we dan zien? Hoe heten ze? Roodkapje heten. Roodkapje en de ridder, ja. Ja, loop maar jongens. Hey, zo, volgens mij ben ik beter terug in bed gelegen. Ik zit. Ben jij ook? Goed schilderen. Ik heb ook een zwaar meegenomen. Ja, ja, ja. Daar kun je toch geen wolf of draken mee verslaan? Nee, dat is waar. Nee, kijk, als, zullen we een goede tip? Misschien is het dan goed. Als, gaan jullie nog naar het Sprookjesbos vandaag? Ja. Ja, ah, top. Oh, okay. Als jullie dan vandaag het een beetje in het Sprookjesbos in de gaten willen houden. En als jullie misschien de wolf even goed kunnen laten schrikken. Misschien even de draak in de knoop leggen. Ja. Dan, dan ga ik naar Ravelijn en dan kan Roodkapje straks veilig naar oma. Is dat een goed idee? Oh, dat is wel heel goed. Ja, dan is het vandaag extra veilig. Niemand hoeft zich meer zorgen te maken, denk ik zo. Zullen we dan top, een hele stoere foto maken? Oh, goed idee, jongens. Een hele stoere glimlach. Komen jullie er dan even deze kant op? Ja. Zal ik je kaart vasthouden, Olly? Zo, ga maar bij Roodkapje en de ridder staan. Dat is stoer, hoor. Kijk, als jullie nou mooi in het midden, kom maar een beetje deze kant op. Ja, ik voel me heel veilig. Ja, ik voel me heel veilig. Ja. We gaan even stoer kijken natuurlijk, hè. Komt ie, hoor. Alles komt, hè. Op 1, 2, 3. We gaan in, Olly. In de bootjes van Fata. Fata Morgana. Fata! Bijna, Olly. Ja, we zijn ondertussen binnen en gaan samen in de bootje. Fata Morgana. Ja. Hier staat het Water Morgana. Water Morgana. Ja, Water Morgana. Water Morgana. Jongens. Ben je oud? Ah, mag ik daar gaan zitten? Ja. Daar gaan we. Op naar de Water Morgana. Ja, ga je maar sturen. Wel goed, goede kant op sturen. Ja. En ik zei de vaker. Denk dan, dan ben ik mijn vader zelf niet open, mama. De reus, hè? Ik zit in een hele leuke moodring hier. Hij zegt, kijk, koop die maar, want dan zie ik in welke mood je bent. Ja. Nou, we hebben twee bandjes gescoord. Een blauwe en een blauwe. Welke is mijne? De langere. Dus... Mooi. Kijk eens, Olly, een charmbandje. Omloop. Gaat zo mee. Even kijken. Super, dankjewel. Hetzelfde. Lekkere Turkse pizza's. De chocoladebrigade. Lekker dat. Oh, die geniet heerlijk van zijn chocolademuffin. Mama, doe een knipoog. Nee, zijn mond is niet vies, hè? Doe knipoog, die knipoog. Kan ik niet. Probeer, probeer. Nog een keer, probeer. Ja, 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 bijna. De trein komt er aan. Kijk, daar komt die, Olly. Ik ga even zwaaien, hoor. Ja. Dag, treintje. Dag.
moet gewoon zwaaien hoor, Lee. Dan gaan de andere mensen ook zwaaien. Ja! Ja, ja, ja! Ja, zie je? Nou, veel plezier, Max en Moritz. Hey, goedemiddag. Hier. Ja, Max en Moritz. Ja. Nee, niet. Nee, ja. Max en Moritz. Ja. Nee, ja. Grappig! Misschien dat we ze dan wel kunnen zien over het hekje heen. Ja? Ja, heel goed. Zo, ja, ja. Ja, heel behendig, jongen. Nou, sta erop. Hoppa. En zie je ze al? Ja, nee. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Nee, nog even wachten. Ja. Kijk, ik heb bruin ogen. Nee, dat is mascara. Nee, ik heb geen bruin ogen. Ah! Papa! Elliot heeft zijn hand in de lucht. Elliot heeft zijn handen in de lucht, Olly. Super stoer. Oh, dat ging echt leuk. Papier hier. Papier waar dan, Olly? Waar is je papier dan? Papier is hier. Papier hier. Hey, waar? Goed gedaan. Oh nee, oh nee. We gaan erin, we gaan erin. Ah! En de papa brigade gaat weer verder. Mama, kijk. Ja. En ik loop hier met een 9 kinderwagen. Ik duw de kaart wel, jongens. Ik duw de kaart wel. Het spookslot. Oeh. Het spookslot. Oeh. En dan gaan we nu naar Fabula. Weet u nog wat Fabula is eigenlijk? Ja. Welke dan? De film met de diertjes. Oh, heel leuk. De diertjes, Elliot. Heel leuk. Ik weet het niet. Weet je het niet meer? Nee. Oh, je komt er zo vanzelf van achter. Een film met diertjes. Een film met diertjes, dat klopt. Ja. Oh, de brug, Olly. Ja. Ben je ook op de brug? Ja, maar. Daar voor je. Haha. De brug. Dat is niet kapot. Is een bos? Oh, niet kapot. Hallo Elliot. Hallo Elliot. Dit is niet Elliot. De uil. De uil. Oh, kijk, en de kabouter die is daar gebleven. Zie je hem? Oh, is Klaas Vaak natuurlijk. Ja, kabouter. Is hij weer weg? Ja. Oeh, wat is dat? Onweer? Uh-oh. Jola. 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 Ja, heel laat. Oh my god. Oh, the beer, Olly. The beer. Onaardig zeg. Oh.
wacht er niet op. Eigenlijk. Want mensen moeten wachten op je eigen manier. Dus we gaan wachten elke keer. Doe je ogen open en kijk met ons mee. En dus we gaan het doen. Nog een keer. En dus ga je nu over 12 uur. Ik zie je niet. Maar, oh, hier. Ja. Oh, je zit in een dierentunnel. Ja. Super cool. Waar is Ori? Ik zal er samen doen, denk ik. Hey, mama. Ja? Kom eens in deze tunnel. Moet ik daarin komen? Ja. Het is een beetje krap. Ik denk dat het voor kinderen is. Oh, ja? Kijken. Ja, ik moet in het gaatje kijken. Oké, wat is daar? Oh, de ijverigste termieten zijn de werkers. Ze bouwen het hele nest en kweken paddenstoelen waar alle termieten van eten. Nou, hier wonen dus termieten. Oeh, ik krijg gelijk kriebels. Moet ik lezen? Ja, ik kan niet landschap. Oh, heb ik de dikke billen? Zo, passen jullie er nu wel bij? Ja. Even kijken hoor. De grootste en de dikste termiet is de koningin. Oh, dat ben ik. Ik ben de koningin. Ik ben hier de dikste termiet, denk ik, van allemaal. Wat is dit? Oh, ja, maar ik ben de dikste termiet, dus ik ben de koningin, toch? Oh, oké, ik ben eruit. Maar en Olly, die gaan naar het Sprookjesbos. Dus ik zou zeggen, versla jij de draak? Moet ik alleen? Nee. Papa gaat mee. Je mag kiezen, papa of mama. Papa. Veel plezier. Laat even zien hoe je de draak gaat verslaan. Dan weten de kijkers dat ook. Zo. En je schild dan? Oh ja, bescherm jezelf tegen het vuur. Ja, en aanvallen. Nou, dat is niet goed. Dat is niet goed. Je zou een echte ridder zijn geweest, jongen. Nou, heel veel plezier. Ja, Elliot vertelt net eventjes dat hij deze attractie nog niet wil gaan doen. Die vinden het nog wel een beetje spannend. Waarom vind ik niet zo? Ik vind het waarom heel spannend. Maar wij gaan nu naar een andere attractie. Hè? Waar gaan we heen? Wij gaan naar Joris en de draak. Hoor je het lied al? Hoor je het liedje al? Ja. Wat gaan we doen dan? Joris en de draak. Ja. Ja, die gaan we doen, hè? Ja, en de blauwe. Maar de blauwe is dicht vandaag. Want we gaan vandaag, kijk eens aan jouw zwaard. Welke kleur is dat? Blauw. Het vuur. Dus we gaan vandaag in vuur van. Papa. Ja. We zitten niet in de blauwe. Nee, nee, we hebben net gezien onderweg dat daar nog werkmannen zijn. Die zijn aan het timmeren. In, nou ja, de baan halverwege. Dus daar zijn ze nog eventjes aan het onderhoud plegen. In de blauwe niet. Nee, dus we gaan niet in de blauwe, maar we gaan in de rode vandaag. Gaat die vanzelf? Nou, die meneer wil eerst kijken of we de riemen vast hebben. Ja, daar gaan we hoor. Ben je er klaar voor? Ja. Gaan we de handen omhoog doen of niet? Nee. Ik vind het alweer een stoere heldenactie van jou hoor. High five? Wil ik niet. Geen high five? Nee. Oh. Ben je een stoere ridder? Ja. Gelukkig maar. Ik ga wel een keer naar beneden. Wat zeg je? Olly, ben jij zo'n klein beetje moe? Nee. Ben je zo'n klein beetje moe? Nee. Ben je zo'n klein beetje moe?
Plastic is niet lekker, Orly. Plastic is niet lekker. Dat moet je niet opeten. Doe maar uit je mond, kom. Niet meer doen, oké? Gaan we eerst even bij de treintjes kijken, Orly. Naar Diorama. Zie je de trein? Oh, en hier een autootje. Kom hier, kom hier. Kijk hier. Zie je zo alleen de treintjes of de autootjes? Ik blijf maar de trein. Ja, de trein is weer doorgereden. Maar ik denk als je doorloopt, dat je nog een trein kan vinden. Ga maar eens doorlopen. De andere kant uit. Ja. Nee, andere kant. Ja. Ja. Zie je daar al niet? Ja. Oh, daar is die. Nee. Ja. Daar is die. Komt hij door die tunnel heen, jongen? Oh, daar komt hij. Ja! Oh, maar er is ook een nachttrein, hoor. Kijk hier. Oeh, met onweer. Nou, dan gaan we nu naar het... Ga jij, wie ga je allemaal zien vandaag, denk je? Die een. De kabouters? Ja. Ja? En die meneer? Ja. Met een hele lange... Wat is het? Een hele lange? Hele lange meneer. Een hele lange meneer, ja. Hij heet Langnek, Orly. Ja. Zeg maar Langnek. Langnek. Ja, niet lange schoenen. Nee, niet lange schoenen. Nee. Nou, daar gaan we hoor. Ik wil ook die ogen. Ik zet huisjes. Wil je ook de vogels zien? Ja. En de huisjes? Oké, okay, gaan we ze zoeken, ja? Aan mijn pauken. Met onder. Gaan we zoeken of we dit kasteel kunnen vinden? Goed idee? Ja. Oké, okay, daar gaan we. Let's go. Let's go. Oké, okay, let's go. Geef niet. Ja, geef niet. Heb ik het gedaan hoor. Ja, iedereen slaapt hier. Zo door een roosje. Ja, ik heb slapen. Slapen jij ook, papa? Oh. Moet ik ook slapen? Nee, even. Oh, kijk maar in de lucht. Oh, het is toch geen nacht. Nee. Nee, daar heb ik leuk in. Okay. Oh, daar is ze. Zie je, Jolie? Binnen. Binnen? Ja, dat is... Kijk, dat is door een roosje. Dat is de prinses, Jolie. Zie je, ze is aan het slapen. Twee koks. Oké. Okay. Ja, die slapen ook allemaal. Dat komt door die heks van het spinnenwielnet. Hij is aan het vissen, Olly. Ja. Hé, vissen. Nog meer kabouters? Ja. Ja. Is er aan de tafel? Zit ze heel gezellig aan elkaar? Heel gezellig daar. Ja. Ja? Slaapt. Ja, die slaapt inderdaad. Ja, die slaapt daar in een bedje, jongens. Ja, ja. Nou. Die niet, die daar slapen. Ja, die zijn aan het eten, zie je, met een taart. Daar is Langnek. Ja. Zie je hem al? Nee. Kijk even de andere kant op, Orly. Dit zie je niet vanzelf. Daar is die. Dan gaan we naar hem toe. Nee, Nee, je mag bij het hekje staan, Orly. Een poel. Wat heeft hij? Met onder met letters. Of vind je het een spook? Nee. Oh, wat dan? De poel. De letter. Ja, kijk, daar gaat hij zijn nek, zie je? Oh, zo lang, Orly. Zo lang. Heel lang. Ik had de camera nog niet aan, maar wij lopen nu hier in het Sprookjesbos. We zijn nu onderweg naar Roodkapje. Roodkapje heeft een badmuts op, zegt Orly. Zou het een zwemkind zijn? Nee. Die zit daar nou in het bed. Is dat een wolf? Ja. Ga maar eens kijken daar dan. Ga naar groep voor de bloempjes springen.
zie je ze. De deur op slot. Ja, de deur is op slot. Ja. Wie zit er nou voor de deur? Wie staat er voor de deur? Roodkapje. Roodkapje? Ja. Staat ze voor de deur? Ja. Oh, pas op, Roodkapje, want er ligt een wolf in het bed. Er was wel heel veel, want de grote boze wolf was groot in het huisje binnengekomen. Ben je bang? Ja, ik ben bang er wel voor, hoor. Ik ben niet bang, jij ook niet. Jij gaat hem verslaan, hè? Ja, want jij hebt je? A. Met je zwaard. Ja. Ja, gaar. Ja, nu ben ik veilig met jou. Daar is Roodkapje. Ja, zou ze naar binnen gaan, denk je? Ik hoop het niet. Want dan eet de wolf erop. Daar. Ja, in het bed. Ja. Ga jij daar zitten? Ga ik hier zitten? Nee, ik ga naar jou. Oké, dat vind ik ook gezellig. Waar zitten we in eigenlijk? In de Vatamorgana. Nee, niet de Vatamorgana. Daar zijn we al in geweest. In de Piranha. De Piranha. Oh, dit is echt het slechtste. Dit is echt het slechtste idee wat we hebben gehad voor vandaag, denk ik. Oh. Voordat we gaan eten, worden wij nog even zeikers nat, zoals ik het al zie. Ben je klaar voor, Elliot? Ja. Nee. We hebben ook geen natte of droge spullen bij ons vandaag, hè? Nee. En wij zijn net in Joris en het Raak geweest, die achtbaan die je daar achter ziet. Vond je hem cool, Elliot? Nee. Hij is wel een beetje spannend, hè? En je vond hem wel cool, ik vind wel dat je het goed hebt gedaan. Maar ja, het blijft een snelle achtbaan. En Elliot zei, nee, ik wil helemaal nog niet gaan eten. Nee, ik wil eerst nog in de Piranha, dus daar zit hij nu. Nee. Recht op de waterval af, hè? Nee. Nee, ik wil niet. Ja, Elliot, bedankt. Ja, Elliot. Oh, ik heb geluk hebben. Dat hoop ik niet eigenlijk. Oh. Huh? En we gaan dit in de steen halen, hè? Oh, maar daar gaan we nog niet halen, denk ik. Nee? Het andere bootje, kijk maar, die komt eraan. Daar. Nee, die. Wij gaan hem inhalen. Nou, die hebben we overleefd, Elliot. We zijn de hele dag boven. Hoi. Ga je binnen? Ja, we gaan binnen. Ja. Nee. Uh-oh, Elliot, daar kom. Hebben we geluk of hebben we pech? Ah, we hebben geluk. Ja, de poppen daar bedienen, zie je, dan spuiten ze de andere mensen nat. Maar ze kunnen ook dus pech hebben. Maar als ze pech hebben, dan spuit hij dus recht naar hun toe. Dat is ook wel niet grappig. Nou, daar gaan we weer. Oh, Elliot. We hebben nog even een pink, hè? Maar er zitten wel druppels. Ja, maar de druppels zijn niet zo erg. Maar oh. We hebben nog een beetje geluk, maar dat moet ik denk ik niet te hard zeggen. Want we gaan nu de waterval in. Oh! We gaan de waterval. We gaan de waterval in. Oh, de Elliot. Ik ben helemaal nat geworden hier. Oh, en we hebben nog een waterval. Nee! Oh, daar hebben we geluk uit. Ik ben wel nat geworden hier, Elliot. Kijk. De hele kleding is nat hier. Papa? Ja? Ik ben daar bij die twee watervallen niet. Dat is beter bij mij. Oh. Gaat het? Ja. Gaat het? Oh. Er is een boom boom attractie vandaag. Ja. En de laatste. Ben je er klaar voor? Ja.
Kijk, en hier heb je dus weer zo'n plek. Daar staan ze te spuiten. Die. En die spuiten dus dik aan nat. En dan we geluk hebben. Ah, we hebben pech. Ze gingen ons al spuiten, zag je dat? Nou, gaan wij maar snel eens even naar mama en Olly toe, want dan gaan we lekker pannenkoeken eten. Nou, de vis is er niet. Kijk, ze hebben hem gevangen, de vis. Beetje suf. Zie je het, Olly? Nou, hier is de vis, normaal gesproken. Kijk. Maar ze hebben er nu iets omheen gebouwd. De vis is in quarantaine, denk ik. Zie je, Olly? In quarantaine. Nou, maar dat doen we af en toe aan ons heen. Nee, ik ga je niet optillen. Nee, de vis is er niet, Olly. Nee, de vis is er niet. Kortloks poep aan. Oh, oké, dan moeten we even wachten, denk ik, hè. Zodat je klaar bent. Poep. Oh, is het gelukt? Ja. Is het gelukt? Ja, daar doet hij allemaal poepen. Oh. Allemaal poepen. Klaar in. Oh, wat goed voor Olly. Nog poep aan. Word je een grote jongen? Ja. Allemaal poepen kort. Allemaal in de wc? Ja. Wat super goed voor jou, Olly. Allemaal poepen in de E. Ja, dat moet ook in de wc, hè? Ja. En niet in de? Luie. Nee, maar ja. In de? Pipi's hou in de luie poepen blazen. Ja. Mm-hmm. Ja, Olly, mama, papa, alles niet in de luie blazen. Moet op E blazen poepen. Dat weet jij heel goed, Olly. De poep nog steeds in de E. Is het goed gegaan? Ja. Ben je al klaar? Nee. Nog meer? Nog meer plassen poepen. Dat doet die nog poep. Oké, okay. Nou is goed. Zo doet hij, hè? Ja. Ja. Huh? Ja, zit nu niet meer in je buik, hè? Nee. Zit niet meer in je billen, maar zit nu in de? In de E. Heel goed. Ja. In de wc. Ja, nee, hier. Ja, in de potten. Ja. Ja. Nog meer? Ja, daar doet hij allemaal. Allemaal moeten in, hè? Ja. Oké, ik wacht op je. Ik nog allemaal poepen. Oké. Plak allemaal doekjes. Plak nog deze doekjes. Ja, die hebben we straks nodig, dat klopt. Ja. Ik uithalen, jij niet. Oké. Okay. Olly, mag ik voor jou een high five? Nee, klapjes. Ik slaap het allemaal poepen, blazen. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, dan wacht ik even. Ik ben wel helemaal trots op jou, Olly. Ja. Dat doe je heel goed. Nee, ik heb de licht. Daarvoor. En je had de tint. Dat is de camera. Mama, ik zie niks. Dat is de lens. Ik zie niks. Nee. Nee. En nu? Jou. Nu zie je mij, hè? Ja. Ja, knopje. Ja, daar zit het knopje. Maak je een knopje aan? Nee, we gaan naar uit doen. Kleine knopje. Tot zo, Olly. Tot zo. Jij bent gewoon zinnelijk aan het worden in de Efteling. Ja. Wereld? Wat is dit? Blas. Oh, ook nog? Ja. Ook op de wc? Ja. Dat is goed voor jou. Hij moet ook poepen. Nee, ja, alles tegelijk. Doe je heel goed, Olly. Nee, dit was. Dat deed jij. Allemaal poepen. Heb jij gedaan? Ja, allemaal poepen. Ik ga even de doekjes voor je halen, Olly. Nee, daar is het doekje. Oh ja, die doekjes. Ja, ja die doekjes. Ja. A few moments later. Nou, we zijn wel pas in het pannenkoekenrestaurant. Lopen met die meneer mee. Ja. Oh, we hebben echt een leuke tafel, Olly. Dankjewel. Nou, ga lekker zitten. Gaat lukken. Lekker zitten, Olly. Ga jij daar zitten? Oké. Okay. Ga ik naar jou zwaaien. Dag. Hoi, Olly. Oh, dit is echt wat voor papa. Vind je dat ook lekker, Olly? Stroop en poedersuiker. Heerlijk, Olly. Ja, dat is stroop. Ga je die ook op je pannenkoek doen? Ja! Ja! Ja, papa, Elliot!
Kom je binnen? Kijk. Olly, laat de tafel zien. Waarom ben je nat? Door bij de piranha. Wat? Ben jij in de piranha geweest? Ja. Superleuk. Nou moet je opletten wat er allemaal gaat gebeuren. Gaat steeds sneller. Hij gaat heel snel nu. Oh, alles loopt nu in de soep. Alles loopt in de soep. Oh nee. Oh nee. Oh. Nou, gelukkig liep het net goed af. Mama. Ja. Alles liep in de soep. Alles liep in de soep? Nee. Nee? In de pannenkoek? Nee. Wat dan? Nee, wat niet. Er gebeurde niks. Het is een nepsoep. Wij hebben wel de bol geslaagd. Oh. Ja, ik. Ja, Olly. En hoe deed je dat dan? Mama. Naast de bol. Bij het takje. Wat? Bij dat takje. Oh. Dat is ik niet. En ben je nog bij ons een griekje geweest? Ja. Echt niet? Dat is een griekje. We zijn bij Lang geweest. Langdorp. En bij Door een Roosje. En bij de koks. Wel nog slapen? Ja. En de kabouters? Ja. Kabouters ook slapen? Nee, happen. Ja, zo doen ze dat, ja. Dat is zo goed met de kabouter. Nee. Nee. Kom maar. En hoe was de piranha? Goed. Was heel goed. Was je nog een beetje nat geworden? Mm-hmm. En papa? Oh. En wat gingen wij in de rij doen? Spaansvechten. Heb jij de draak nog gevraagd trouwens? Bij Joris en de draak. Dus die is nog steeds op vrije voeten, de draak. Nee. Oh, en Olly die wil een papiertje gooien. Waar wil je je papiertje in gooien, Olly? Papier. In de prullenbak. In de meneer toch, Olly? In papier hier. Ja, maar hoe heet die? Papier hier. Olly weet jullie even. Hoe heet die? Hoe heet papier hier? Moon lekker, heerlijk. Hoe heet hij? Yes. Hoe heet hij? Bob.
Nee, niet oliebol. Holle ijs. Holle ijs, ja. Holle ijs. Ijs? Ja, holle molle ijs. En oliebol. Holle holle geit. Toch? Holle holle geit? Ja. Bolle geit, ja. Even een soort van korte, toch wel een soort van corona-update. Ik heb even nagevraagd bij personeel of zij al weten hoe de Efteling gaat staan in de opvolgende maatregelen. Want ze hebben natuurlijk voor ons gisteravond in de persconferentie te horen gekregen dat bezoek aan dergelijke binnengelegenheden, dus dat betreft bijvoorbeeld attracties zoals Fabula of restaurants of wat dan ook, daar moet natuurlijk nu zo'n coronapaspoort voor komen. Ik heb even aan verschillende medewerkers hier gevraagd hoe zij hier precies mee omgaan als Efteling zijnde. Maar ik heb het idee dat zij geïnstrueerd zijn om daar niet te veel over uit te laten. Ik heb ook van abonnementhouders begrepen dat er daar nog geen informatie over verstrekt is. Dus hoe de Efteling hier uiteindelijk mee omgaat, ja, dat zullen we volgende week al zien. Ik denk dat ze er of voor kiezen om volledig middels coronapaspoort toegang te hebben tot het park. Of dat ze ervoor kiezen om, hoop ik, het helemaal niet te doen. En dat ze gewoon hier een statement gaan maken. Ik hoop het echt vanuit de grond van mijn hart dat een groot bedrijf zoals een Efteling dat gaat doen. Maar ik ben bang voor niet. We gaan het wel zien, jongens. Ik heb in ieder geval ontzettend genoten van vandaag. We hebben een superleuke dag gehad. De jongens hebben ook echt een heerlijk zorgeloze dag gehad. Dus ik hoop echt dat een groot bedrijf zoals een Efteling zegt, jongens, wij willen gewoon geen onderscheid maken in onze bezoekers. Maar goed, de toekomst zal ons informeren hoe dat verder gaat verlopen. Voor nu ben ik blij dat we deze dag in ieder geval met elkaar hier hebben beleefd. En we gaan nu lekker naar huis met elkaar. Open de lampen, hè? Open de lampen. Oh, het is wel koud! Heel nat en koud. Ja. Oh, je hebt het heel goed gedaan, El. Oh my god, pas op. Kom, gaan we heel snel redden, jongens. Heel snel. Tegenhouden. Oh, en je wilde nog bij de schatkist, hè, Elliot? Ja. Nou, maak hem maar open, ridder Elliot. Ik weet ook niet of dit wat doet. Nee, volgens mij doet hij dat niet verder. Ja, we hebben geen twinkeltoors bij ons, dus ik denk dat we de schatkist helaas niet open krijgen, Ollie. Nee. Helaas. Oh. Hier in de Efteling blijven. Ja, maar de Efteling is inmiddels alweer gesloten. En wij gaan naar huisje toe. Nee. Dus dan gaan wij even afsluiten van vandaag. Nee. Elliot niet, papa wel. Vond je dit nou een leuke video? En wil je vaker van ons wat zien? We zijn natuurlijk niet voor niets themepark kids. Dus van attractieparken, speeltuinen, waterparadijzen of whatever. Klik dan even hier onderaan op abonneren. Doe ook even je duimpje omhoog en dan zien we je morgen weer in een nieuwe vlog van Team Park Kids! Tot morgen! Tot!